Ja, bedankt, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Pimbo, Kombol, Kleus, voor jullie nummer 1 Pokémon hier op YouTube. En natuurlijk ook op Twitch. En dames en heren, in deze video gaan we natuurlijk verder met het openen van Crown Zenith. Om jullie te laten zien wat er in deze fantastische boost pack zit. En daarnaast heb ik ook alvast de packs van de vorige openingen in mijn map gestopt. Ik heb namelijk een map en ik ga natuurlijk de set compleet maken. Ik heb voor deze set een keer gekozen om de... de Shiny Vault eigenlijk. Volgens mij is het de Galarian Gallery om aan de voorkant te stoppen. En zoals je kunt zien heb ik al aardig wat kaarten verzameld. Die er super gaaf uitzien. Ik zal even zo de map erbij pakken. Deze. We hebben al wat prachtige alt-arts zoals je kan zien. De Mewtwo, de Raikou, die hebben we natuurlijk allemaal in de video gepoeld. En dan hebben we hier nog wat mooie full-artjes en dingetjes. En dan hebben we hier natuurlijk de twee beauties die ik gepoeld heb. De Giratina Gold en de Arceus Gold. En laten we kijken of we... Leg me even weg. Of we in deze video nog wat andere packs kunnen... of we nog wat nieuwe kaarten kunnen fixen voor deze set. Die we straks weer in de map kunnen doen natuurlijk. En daarnaast, dames en heren, ga ik in deze video... €50 shoptegoed weggeven voor mijn webshop www.pokemon.com. Waar natuurlijk door deze set nog de pre-order is. Zodat jij gewoon gratis zo'n ETB kan bestellen. Nou, dat is in ieder geval het hele plan. Mag ook wat anders van halen. Maar het zou natuurlijk leuk zijn als je er een vette Crown Zenith ETB van gaat halen. Dus dat gaan we ook nog even doen. Hoe kan je meedoen? Door te subscriben op mijn YouTube kanaal. En door deze video te liken en achter te laten waarom jij graag die Crown Zenith ETB's wil. Dames en heren, we hebben 20 booster packs Crown Zenith. Die gaan we openmaken. Super veel zin in. Het wordt gewoon weer echt een hele lekkere video. Het weekend gaat beginnen. En dames en heren, een kleine update over de livestreams. We hebben wat minder gestreamd. Dat komt door meerdere dingen. Eén, omdat ik echt heel druk ben met de verhuizing naar mijn bedrijfspand natuurlijk. Dat is wel echt zo goed als rond. Ik heb superveel al verhuisd. De stellingen staan er nu. Noem het allemaal maar op. De belichting is een beetje gaar. Maar ja, we gaan gewoon lekker van start. Ik heb een beetje het idee dat die... Jawel, hij doet het wel. De autofocus niet werkt, hè. Maar veel is al verhuisd, maar ik ben dus gewoon echt mega druk met dat allemaal te regelen. Het is echt super veel werk. En daarnaast moet ik ook nog video's maken. Moet ik mijn webshop regelen, moet ik pakketjes inpakken. Het is super druk ook met de Crown Zenith leveringen. Noem het allemaal op. No way. Nah, we hebben al 3 van de 4 gold. Ik kan het niet. Hoe dan? Ja, maar mensen gaan weer zeggen dat dit rigged is. Ja, dag. De eerste pack. Ja, ja, de Pokémon. Ja, maar dit is gewoon mijn set hoor, jongens. Dit kan gewoon niet anders. Ja, dit is gewoon mijn set. Ja, laten we gewoon eerlijk weten. Dit is gewoon mijn set. Origin Form Dialga, 4-star gold card. Ja. Ik ga gewoon heel eerlijk met jullie. Dit is gewoon mijn set. Dit is gewoon mijn set. Jeetje, gaat het. Ja, Monkel Man. Ja, Monkel Man. Die, hij zit er gewoon op, jongens. Ik ben echt heel goed. Ja, zou dan de pool rate van die Golders misschien gewoon niet super hoog zijn? Of ben ik echt super lucky? Ja, ik weet het niet. Ja, wat. Hoe dan? Dat meen je niet. Yo, Monkel Man, jongen. Ik ben echt heel goed in pakjes openmaken. Laten we eerlijk wezen. Jeetje, de eerste pack en gelijk zo'n banger. Nou, oké. Okay. Ja. Ja, wat moet ik ervan zeggen, jongens? Ja, zo komen we wel snel met die set compleet natuurlijk. Ja, als we al die super dure kaarten allemaal gewoon in de eerste paar ETB's poelen. Ja, dan is die map zo vol natuurlijk. Ik ga sowieso ook alle commons, uncommons, reverse holders nog even toevoegen. En dan ga ik jullie gewoon lekker de komende weken met mijn set update. Normaal zei ik altijd, ja, dat ga ik doen. En dan vergat ik het altijd. Hey, lief, jong. Maar ik zat te denken om dat wel met deze set wel wat sowieso wat actiever te doen. Nou, oké. Okay. Ja, goed begin is het halve werk, zeggen we dan maar. Hè? Wat relaxed, hè? Yes! Nou jongens, als dit geen hype voor de set creëert, jongens. Ik kan ook echt niet wachten om het straks op stream te gaan openmaken voor jullie. Volgende week zondag, jongens, gaan we de 1000 pack stream doen. Dat wordt super vet, daar moet je bij zijn. Gaan we 1000 packs in één stream openmaken. Dat wordt super leuk. Of meer. Vorige keer hadden we 1350 packs gedaan. Dus dat was ook heel sick. Oeh, Drapion. Alternate rare. Deze had ik ook nog niet. Dat zijn al 2 nieuwe voor de map. Very good, very nice. Drapion V. Heel sick. Heel sick, heel sick. We gaan lekker, man. Dit is wel een van de mindere, maar alsnog heel vet. En alternate rare. Jeetje, wat een pull rate, hè, van deze packs. Niet normaal. Ja, jongens. En wat zijn de video's goed bekeken de afgelopen paar dagen. Echt insane. Bijna 3 keer zoveel views per dag als dat ik normaal heb. Ja, dat is gewoon bizar. Echt superleuk. Dank allemaal voor het kijken.
alvast voor deze video ook. En wat ik zeg, hè, jongens, om het een klein beetje goed te maken. En omdat we natuurlijk dichter bij de 10.000 subs komen, dachten we, doen gewoon even een leuke giveaway. Dus zoals ik zei, wil je kans maken op die giveaway? Ja, subscribe dan vooral even op mijn YouTube kanaal. Dat is echt even belangrijk voor die 10.000 subs. Like de video, laat een reactie achter en dan win je 50 euro. Kan een van jullie 50 euro shoptegoed winnen. En dan kan je dan zo'n Crown Zenith ETB van halen. Ik maak er wel 55 van trouwens. Daar heb je ook gratis verzending. Dat is natuurlijk 50 euro plus 5 euro verzendkosten. Oeh, de Pika! Hey, heel nice. Deze had ik ook nog niet. Kijk. En dit is in Japan een van de duurste kaarten. Ik weet geen idee wat die in Nederland gaan doen. Het zou wel een van de duurdere gallery-ding worden. Maar het is wel gewoon een normale. Ik denk dat de rarity van deze niet super hoog is. Nou, of zullen we het zien? Ik heb echt geen idee. Maar het is wel echt een hele mooie art. De Pikachu. Nou, we hebben nu al 3 nieuwe voor de set. Dus dat is super nice. Ik had geteld, ik had er al 30. En de set is 70. Ik had ook nog even nagekeken hoe groot die van Shining Face was. En dat kun je ook wel zien. Ik heb hier een Shining Face kaart liggen. Die is dus 94. En deze is... Oh. Nou, we zullen het even kijken. Hier heb ik die kaart liggen. Deze is dus 70. Nou, daar gaan we. Luxio, Tricking Shoes, Scyther, Pokéball, Jungus, Cherubi. Execute. En verder niks. Wel een holo. Ja, die hebben we natuurlijk ook allemaal nodig. Sowieso hebben we ook echt een hele hoop reverse holo's nodig. Echt 140 of zo. Echt superveel. Ik hoop eigenlijk dat het wel gewoon past in een map van 360. Want het waren echt heel veel kaarten. Ik denk dat het allemaal net gaat passen. Grayball, Graveler, Rare Candy, Bidoo, Salamit, Purloin, Grubbin en helemaal niks. Nou, laten we hopen dat we misschien nog even één hele dikke poelen. Gewoon die... Ja, ik heb eigenlijk ook helemaal geen idee, want het is natuurlijk nog helemaal geen setlist. Helemaal... Oeh, ik zie wel een randje, jongens. Ik zag een randje. Oh, dat was misschien die V-card. Dat heb ik ook wel eens. Denk, oh, dit is een randje. Dat is het, die V-star marker. Hebben jullie dat ook wel eens gehad? Ja, wat nice, jongens. Ja, ik vind het echt wel een super dikke set. Oh, nou, het had wel dus een pool in de Zacian V. Maar ik moet wel echt zeggen, ja, de set is echt prachtig. Er is super veel hype om open te maken. Ja, ik heb gewoon echt, kan niet wachten om dit ook straks op Twitch te gaan doen. En dan gaan we echt zo ontzettend veel packs openmaken. Poh, daar heb ik nu al zin in. Nu al zin in. Oké, daar gaan we, jongens. Dames en heren, let's go. Solrock, Tracking Shoes, Metang, Scyther, Riolu, Jungus, Cherubi, Starly. Oh, let's go, de Leavion. Nice. Oh, en is er een aura. Ja, lekker. Yes, jeetje, wat een pool weer, joh. Ja, deze had ik al wel. Maar, alsnog heel nice. Ja, als ik dan eentje dubbel moet hebben, dan maar de Leafeon. Jeetje, wat een pool weer. Dit zijn trouwens 20 packs uit. Er komen 2 ETB's weer. Maar ik dacht, ik ga niet weer die hele ETB's hier openmaken op de video. Ik dacht, ik maak ze vooraf vast open. En dan kunnen jullie het gewoon zien. Oké, daar gaan we. Water Energy, Luxio, Lost Vacuum, Electric, Jungus, Cherubi, Execute, Energy Retrieval, Emolga en Heliolisk. Oeh. Daar gaan we. Daar gaan we. Oei, oei, oei. There we go. Crown Zenith. Code kaartjes voor jullie. Daar gaan we. Water Energy, Laren, Francine Sinnoh, Gloom, Cricketot, Shinx, Galarian Mr. Mime, Koffing. Daar gaan we, jongens. Oeh, Reverse Energy. En hey, de Rayquaza, die kennen we nog. Deze zat namelijk ook in Evolving Skies. Ja, die zat er ook in. Er zijn best wel wat reprint kaartjes die erin zitten. In Japan had je dat ook heel erg in de 4-star Universe set. Daar had je ook best wel wat reprints. En nu dus weer. Nou, daar gaan we. Electric, Lost Vacuum, Great Ball, Seal, Potion, Goldfish, Aaron, Energy Surge. Hey, Miltank, very nice. Dit zijn weer 2 hele lekkere ETB's, al zeg ik het zelf. We hebben nog 6 packs te gaan. En kijk wat we nu al allemaal hebben gepoeld. Dat is niet verkeerd. Dat is niet verkeerd. En volgens mij zie ik weer een randje. Dus daar gaan we. Crushing Hammer, Luxio, Ulcer Ball, Ponyard, Cricketot, Shinx, Galarian Mr. Mime, Sunker. Oeh, de Radiant Chargerbug en de Eevee. Kijk, die Chargerbug had ik al. Ik heb de Charizard nog niet gepoeld, de Radiant Charizard. Die wil ik ook nog wel even poelen. Maar ik heb die Chargerbug denk ik echt al 3 keer nu. Maar we willen natuurlijk ook de Charizard een keer poelen. Dat is natuurlijk het grote plan. De andere 2 Charizards heb ik al. De V-Star en de V. Die zijn niet heel zeldzaam.
We willen ook die Radiant Chairs. Zo, volgens mij vouwde ik bijna echt mijn pool door tweeën. Daar gaan we eens. Wilmer, Shinx, Panyard, Corphish. Come on! Ah! Let's go! Monkobel! Yes! Irida! Ja, ja, lekker! Yes, ja, niet lekker als je... Je kent het wel. Heel nice, jongens. Heel nice. Yes! Ook nog deze, joh. Wat een poolsrange, joh. Niet normaal, joh. Monkoman met de Pokémon Packs. Lekker, man. Word echt gelukkig hiervan, hè. Word echt gelukkig hiervan. Oei. Monkoman. Daar gaan we. Ultra Ball. Crushing Hammer. Luxio. Rockruff. Aaron. Riolu. Starly. Scyther. Hey, nog een keer de Pikachu. Let's go. Yes, die hebben we ook gewoon twee keer nu, joh. Echt, Monkoman. Yeah, dit komt gewoon uit twee ETB's, hè. En we hebben gewoon nog vier packs of zo, hè. Insane. It's insane, man. Dit is gewoon insane. Oei. Dit is gewoon echt insane. Laren. Friends in Sinnoh. Switch. Snorunt. Larvesta. Tangela. Baltoy. Pichurchin. En Luxray. Nou, we hebben nog drie pakjes, hè. We gaan echt lekker, hè. Jeetje, joh, wat een packs, joh. We hebben echt wel bofkonten, zijn we. Een soort bofkonten. Daar gaan we. Crushing Hammer. Dusclops. Tracking Shoes. Emolga. Luftdisk. Chatot. Genma. Panyard. En helemaal niks. Ja, dat kan ook niet anders. Maar als we nu nog iets poelen, dat kan ook gewoon bijna niet. Laten we eerlijk wezen, dat kan dan ook gewoon. Dat zou bijna illegaal zijn, gewoon. Als we nu nog meer goede kaart krijgen, toch? Eerlijk? Dat zou bijna nog illegaal zijn. Oké, deze gaan op de grote stapel. En holo-epso. Oh, dit is een loszone. Kijk, wat een vette kaart dit trouwens, man. Onderdeel een holo. Het laatste pack van de video. Dames en heren. De Crown Zenith. De Zacian Zen Center pack. De laatste pack van deze twee Elite Trainer boxen. En dan gaan we zo nog even door de pools. En zullen we even stiekem zo even zo... snel doorheen. Nee, weer die buszak! Nou! Geef me de Charizard. Potverdorie, zit hij er wel in trouwens, de Charizard? Jongens, we gaan even stilstaan bij het feit dat we weer gepoeld hebben. Dit is gewoon insane weer. De Urida Full Art, de EVV, de Miltank, de Giraquaza, de Zoroark VMAX. Ja, deze prachtige Leafeon V-Star. De Zacian V, Radiant Chargebug, één Pikachu, nog een Pikachu. Drapion V, Leafeon en... in de allereerste pack. Hoe verzin je het ook weer? Origin Form. Dialga 4-star. Dames en heren. Dit was hem weer voor vandaag. Ik ga eens even het mapje doen. Ik ga ook even alle comments, uncomments en zo om in de map doen. Dan krijgen jullie in de volgende video een map update. En natuurlijk weer een nieuwe video van Crown Zenith. Ik hoop dat jullie deze video vet vonden. Vergeet niet mee te doen aan de giveaway. Door te subscriben op mijn YouTube kanaal. Reactie achter te laten en te liken. En dan zie ik je morgen weer bij een nieuwe video op dit kanaal. Joehoe!